Christian. Ik ben Tim. En vandaag gaan wij verstoppertje spelen op het treinstation. Ja. De video begint. Let me go. Toevallig ga je er net een trein langs. Want als jij hier even een half uur blijft zitten. Hey, politie. We gaan straks verstopt spelen op het treinstation. Laten we even deze scène goed maken. En ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. En laten we heel even beginnen zo. Dit wordt een vluggetje, zoals wij vast wel weten. Net zoals het winkelcentrum in Pessen. Oké. Okay. Doei! Doei Tim! We zijn weer begonnen jongens. Hi. Hey. Ik moet stoppen. Dat is ook wel opschieten. Ja, maar ik heb 5 minuten. Rennen. Als Tim vraagt waar ik ben, wil je dan even een ik andere kant? Ik ga wel liegen. Ja, lieg maar ja. Dan ga ik zeggen dat je op een perron bent. Ja, doe maar. Dankjewel. Dat er. Oké, een bekende van mij. Kijk, we kunnen daar gewoon tussen die auto's bestappen. Ik heb al iemand weten over te halen om te liegen. Hoe ver gaat het dit seizoen? Hallo dames en heren, welkom. Ik ben blij, want ik ben een allebei. Ik heb eigenlijk helemaal niet opgelet waar hij naartoe ging. En zover kan hij zijn ook weer niet zijn gegaan. Hier zou ik gewoon kunnen verstoppen. Het kutte is, het is zaterdag en het is aan het eind van de middag. Dus, alles is leeg. Letterlijk, alles is leeg. Dus het wordt voor Tim extra makkelijk, maar straks ook wel voor mij natuurlijk. Maar ja, alsnog, alles is leeg. En dat is gewoon fucking kut. Ik zit aan het denken om die boom in te klimmen, maar dat wordt hem in lastig. Zo. Ik hoop dat hij mij niet gaat zien in de komende tijd. Het gaat echt nog een tijd duren.
weer hier. Oh, dat is kittenseizoen. De eerste 2 minuten wachttijd zijn voorbij. Als je deze video trouwens leuk vindt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Oh, melding. Als je deze video leuk vindt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal. Druk op het belletje, zodat je geen enkele aflevering mist. En laat ook even een reactie achter wat je ervan vond en wat je later in de toekomst misschien voor series wilt zien. Want we kunnen niet alles bedenken, helaas. Het gaat er goed, maar ik heb aan het begin al goed mijn val opgezet. Ik hoop dat hij even mijn voet heeft geholpen. Dat is hier wel lekker. Ik kan wel even lekker als mijn ogen dicht doen. Het duurt toch wel een tijdje voor de tempel. En sowieso, er komt er ook geen hint aan, want dit is zo makkelijk. Ik probeer hier wel een beetje verstopt te liggen, maar ik weet ook dat hij niet met de fiets gaat. Of dat ik met de fiets ga, dat weet ik nog niet. Laatste minuut wachttijd is eerst ingegaan. Ik mag zo meteen weg. Het is een klein veldje. Ik denk, 5 of 10 minuten heb ik hem denk ik wel. Maar we zullen zien. Ik ga wel eens klaarstaan. Kan ook zijn dat hij bij een auto zit. Ik heb eigenlijk niet opgelet waar hij naartoe is gegaan. Wat ik misschien wel moet doen. Ik ga ook even kijken voor een plek voor mezelf. Voor de video van volgende week die op online komt. Ja, alles is in 2 verdeeld. Dat hij bijna ingaat. Hoe dat hij mij vindt. Het is allemaal nieuw. Ik hoop dat hij niet voor 5 minuten gaat halen als voor deze verstopte achterprestatie. Om er zo'n capuchon even op te doen. Om even zo veel mogelijk op te vallen. Ik heb hem al goed gestoppen. Die put die valt wel veel op, maar ja. Ik wil je een studie me horen, maar ik moet nog even wachten. Laten we stil zijn. Ik mag officieel weg. Even zoeken. Benauwd hier. Jezus, onbenauwd pak. Ik bekijk het parkeerplein en fietsenterrein. Zometeen wel. Op het moment ga ik alleen maar hier nu even een beetje rondkijken. Nee, dat lijkt me niet. Hij zit ook waarschijnlijk niet binnen, dat lijkt mij niet. Ik hoop het niet. Ik sta niet naar binnen. Ik heb hier nu een ding, als hij hier niet zit, ga ik hier misschien zitten. Nee. Hier mooi achter. Daar ga ik waarschijnlijk zitten. Als ik niks beters kan vinden zo snel, dan ga ik daar zitten. Dat het toch lastig is als hij denkt. Ja, maar dit is alweer van het ding af, dus ik denk het niet. De voeten zijn nooit zo snel, dus ja, dat scheelt.
parkeerterrein is een deel van het station. Aan de ene kant denk ik niet dat die dus zit. Nou, dat zou moeilijk zijn als ik dan niet binnen mag. Dit is een lekker mooie. Oh, daar loopt hij helemaal. Oh, hij denkt waarschijnlijk alleen die fietsen. En die parkeerplaats is toch ook een station? Hoezo denkt hij dat niet aan? Ik schrijf tijd ook op. Ja. Holy shit, wat heb ik? Ik kan hem gewoon hier in de gaten houden. Ja, ik zit even te kijken waar ik hem zie. Oh, wat een geweldig seizoen is dit, jongens, voor mij. De laatste keer dat ik verstopt zit. Ik dacht deze Tim mij wel gaat vervangen, uiteindelijk. Maar het duurt even een tijdje. Waarschijnlijk heeft een jongen dit ook tegen Tim gezegd. Als ik hem ook heel letterlijk heb genomen. Zeg het hier voor niet. Goed. Ja, nee, dat is ik echt heel goed verstopt. Maar hij loopt daar de hele tijd. Ik zie hem alweer daar lopen. Kijk, daar loopt hij. Maar hoe kan hij niet doorhebben? Dat het station nog verder doorloopt, denk ik dan. Hè? Hij ziet allemaal rotjes en dan van die fiets heen. Voor hem hint, dus ik lig verder dan dat je denkt. Want ik weet wel hoe ver hij denkt, want... Sorry, ik zit elke keer met dat ding te spelen. Ik denk dat hij weet, want ik zie hem al de hele tijd heen en weer lopen. Dus uiteindelijk... Er loopt iemand mijn kant op, maar dat is Tim niet, gelukkig. Dat is mooi. Ik lig al ruim 10 minuten verstopt. Holy shit. Ik heb het idee dat hij het echt niet weet. Ik zit hier al de hele tijd verstopt. Kijk, dat is Tim. Dat is Tim niet. Ik kan geen idee wat hij het was.
Dat is wel de beste plek om iemand te stalken. Ze hebben het toch allemaal niet door. Dat speelt echt zo fucking erg. Er rijdt nu een trein langs. Er rijdt een trein langs. Oh, dat kan ook nog heel frustrerend werken. Ik heb bijna een kwartier verstopt. Bijna gewoon tijd voor een eerste hint alweer. Dat is wel knap. Oh, nog een trein weg zo. Eerste. Kijk, er rijdt nog een trein weg. Even wat shot. Maar ik snap nog steeds niet waar je mij niet hebt gevonden. Ik zit hier al de hele tijd. Ik heb geen idee waar die even uithangt. Ik heb. Nou ja, net wel. Maar ik heb hier ook aan de andere kant. Dus. Ik heb mensen geregeld die gewoon hebben gezegd dat ik de andere kant op heb gelopen. Maar daar heb ik nu mensen de trein uit. Dus. Oh, hij loopt weer terug. Ik zal hem lopen. Maar dat is ook een kut voor hem, want er zijn nu juist heel veel mensen. Maar zou ik niet mogen overlopen, anders had ik nu overgelopen heel snel. Want jij, je kent me toch niet zo snel. Maar ja, misschien wel, omdat ik wel zo lang ben. Maar ja, ik ga toch heel hard praten, want Tim is toch heel ver weg. Nee, je hoort dat sowieso niet. Maar heeft hij pech. Ik zit hier nog steeds. Ik word elk moment gebeld voor de eerste hint. Met ambulance. Ik vind dat het verbaasd is. Hij belt me ook nog steeds niet. Hij wil me toch wel vinden, neem ik aan. Ik krijg nog ineens steeds geen telefoontje. Ik zit nu al dikke kwartier verstopt. In dat kwartier helemaal niks gekregen. Ik zit al bijna 20 minuten verstopt en nog steeds geen Tim. Holy shit, nee, kut, ik schrok af. Gaat hij nou letterlijk er naartoe? Nee, ik wil Tim eigenlijk nog één keer zien te vinden. Hey, Bebom. Oké, er is wat. Tim heeft het opgegeven. Wat? Hij weet het echt niet. En ik zei dat ik ergens wat verder zat dan dat hij dacht. Maar hij weet het echt niet. Want hij denkt met ja, het station is niet zo groot. Dus, dat betekent dat ik klaar ben. Het half uur is voorbij. Ik ga nu nog even alles afmaken. De trein gaat weg. En ik zeg, tot volgende week. Later. Dames en heren, ik zat iets verder dan dat de bedoeling, of nou ja, het was wel de bedoeling, maar Timmy had het niet helemaal door, dus Tim had het opgegeven. Vond deze video's leuk, moet vooral uploaden als omhoog. Abonneer op de kanaal van Splitfit, Instagram, Snapchat, TikTok, maar op Instagram, Chris Rosex. Jullie belletje. Het wordt natuurlijk weer gewoon op afstand gemeten, waar die was. En we zien volgende week wel wie dit dan gaat winnen. En dan zeg ik tot volgende week. Later.